Good morning, Vita. Good morning. Het is nu maandag en Vita heeft haar eerste trial. Niet normaal. Ik ben heel nerveus. Ik heb mijn eerste trial van Rowcycle. En dat houdt in, ik moet nu 30 minuten les gaan geven. Als hoe ik dat denk dat dat moet. Ik heb een hele eigen playlist gemaakt. En daarbij behorende oefeningen, dat soort dingen. En ja, ik moet het nu maar gewoon gaan doen. Alle grote bazen zitten er om mij lekker te gaan beoordelen. Elise gaat mee voor mental sport. Yeehoe! En er is nog een ander meisje die hetzelfde moet doen. Dus we gaan om en om gaan we dit doen. We zijn bijna bij Rowcycle. Ik begin hem nu wel een beetje te voelen. Elise naast mij, oftewel mijn manager. Kijk even hoe Elise eruit ziet. Helemaal Chris gewoon Jenner. Chris Jenner nummer 2. Ik voel je nu ook zeg maar echt als een manager. Dat ik jou nu wegbreng en dan meega. Mega, mental support. Gewoon Vita, you can do it. Ik moet als tweede. Wat ik op zich niet heel chill vind. Ik had liever gewoon als eerste gewild. Want dan ben je er gewoon van af. Maar volgens mij, ik weet nog niet of iedereen dat nu door heeft. Maar Vita moet dus op die fiets zitten dat iedereen naar haar kijkt. Ja. En dan gewoon het helemaal voordoen. Schreeuwen. Ik moet die hele les geven, aan elkaar praten, alles. Zoveel dingen tegelijk doen. Ah, maar ik heb er wel echt zin in. Ik heb er helemaal zin in. Want ik weet ook gewoon... Vita is natuurlijk, je weet allemaal dat Vita een beetje een gekkie is. Dus als zij het helemaal onder de knie heeft, gaat haar les zo leuk worden. Dat weet ik nu al. Oh god. Ja. En dan moeten jullie allemaal les komen doen. Ja, jullie moeten, zodra ik echt gewoon officieel een instructor ben, moeten jullie allemaal komen. Oké, let's have some fun. Hoe was het, Viet? Dat was wel zo leuk om te doen. Het ging ook wel echt goed voor mijn gevoel. En ik zat er wel echt lekker in. Ik heb hem een paar keer versproken, maar dan denk ik, het is mijn eerste trial. Ja. Helemaal pro met het ding. Ik voel me helemaal een soort van zo'n fitness chick. Ja. Maar het was zo leuk. Ja, het zag, je genoot ervan en ik vond het gewoon zo'n goede les. Het was geweldig. Ik heb net eens de les van Fiet gedaan en het was zo leuk. Ze deed het zo goed. Ik ben zo trots op haar. Echt, ik kan niet wachten tot ze hier gewoon legit instructor is. En dan ga ik alleen maar haar les volgen. Wij komen net van Rowcycle, van de trial. En we gaan nu een shoplog opnemen. Want we hadden natuurlijk vet veel geshopt bij de Zara. In Marbella. En dat is echt alweer een tijd geleden. Maar we hadden zo druk met de Next Boy Girl. En toen kwamen we er gewoon niet aan toe. Nee. Dus die gaan we nu opnemen. Ik zal even laten zien hoe we erbij zitten. Hier is zeg maar echt een berg met kleding. Waar de shoplog over gaat. Dan gaan we op die twee tronen zitten. Gaan we daar zitten. En dan zetten we de camera op deze vaas. Want hier hebben we goed licht. Dan kunnen jullie het goed zien. En dat is erg belangrijk voor een shoplog. Ja. Oh my god! We hebben een huis! Oh my god. Ik ben heel buiten adem. Ik moet even zitten. Oh my god, dit was zo spannend. Moet ik even mijn hart voelen? Oh my god, die gaat gewoon als een razende tekeer. Nee, we hebben dit helemaal niet verteld, maar we hebben naar een huis gekeken. Gisteren. Jezus, ja. En dat was via kennissen en dat ging allemaal heel snel. En toen gingen, ja, en natuurlijk ook nog andere mensen kijken. En we krijgen nu net een berichtje binnen dat die voor ons is. Maar jongens. Maar dit is een droomhuis. Zo'n geweldig huis. Dit is echt gewoon, dit is exact wat wij zochten. Ja. En ook precies die buurt, daar wilden we eigenlijk het liefste wonen. En het is eigenlijk gewoon... het was bijna te mooi om waar te zijn. Ja. Want het is gewoon precies wat we willen. Ja. En we hebben het. We hebben het! We moeten dit vieren. Ja, nee, dat is bizar. Maar we gaan zo naar Utopia. We moeten draaien. Ja. Nou, wel heel leuk dat we naar Utopia gaan. Ik ben super benieuwd. We hebben de shoplog opgenomen. Elise heeft haar Q&A opgenomen. En het aan? Nee. Heel spannend. Wij zijn nu onderweg naar Utopia.
Oh my god. Ja, want de boyband en de girlband moeten daar optreden. En ik ben zo benieuwd. Naar die mensen. Ja, naar die mensen en dat huis. Wat ze gewoon from scratch hebben gebouwd. Of ja, eigenlijk wel. Maar er komen dus ook heel veel mensen kijken. Ja. Verboden toegang voor onbevoegden. Nou, wij zijn bevoegd. Kijk, wat is het nou? Ja, het schijnt dus ongelooflijk ziek beveiligd te zijn. Nou, dat zien we nu ook. Hé. Hey. Ik maak me even mooi voor Utopia. Ja. Toch niet. Zit jij nou texting en driving? Hey? Nee, ik zit mijn foto's te wissen zodat ik filmpjes kan maken om fucking Insta-story en Snapchat. We zijn nu met alle kandidaten bij Utopia aangekomen. De zon is heel heftig. Schat, wist jij dan? Nou? Deze mensen zijn, die leven zogenaamd in de perfecte wereld als in geen tv. Ze hebben maar één telefoon. Deze mensen zijn ziek afgesloten van normale samenleving. Ja, dat heb ik gehoord. Dus ik ga nu even wat scènes opnemen dat de boys komen aanlopen. En daarna gaan de girls komen aanlopen. En dan met z'n allen. Dus ik moet dus stil zijn. Je mag naar de camera van die leven jongen kijken. 3, 2, 1. Utopia, here we go! We zijn dus nu nog steeds in Utopia. We hebben allemaal dingen gedraaid. Ja. En daar zijn allemaal koeien. Die zijn alleen maar aan het loeien. Ja, niet normaal. Dus die moesten onderbreken ons de hele tijd. Ja, we hebben net gewoon een eindje moeten schieten. Gewoon letterlijk 6 keer opnieuw. Omdat die koe er doorheen praat. En het is min 10. Het is maar ijskoud. Het is wel ongelooflijk vet om hier te zijn. Het heeft echt iets. Er hangt een soort bepaalde sfeer. Ja, heel raar. En ik ben dan heet aan het beseffen. Dan kijk die mensen aan en denk ik, wow, jullie zitten hier gewoon al een jaar zonder dat je social media, internet of iets. Totaal afgesloten van de buitenwereld. Ze hebben dan wel events zoals dit. Grote events en ook wat kleinere events. Dat ze wel, ja, dat je wel contact hebt met andere mensen. Maar dat is voor hun is dat wel heel heftig altijd. Wij zijn net thuis van Utopia. We moeten morgen weer vroeg op, want we moeten zoveel editen. Echt unreal. Daarom ga ik bij deze de vlog afsluiten. Vita die zit hier in de kamer naast. Zeg even dag! Ja! dat zullen de buren leuk vinden. Oké, jongens, dankjewel voor het kijken. Zie je morgen met een nieuwe vloggie.